En vanuit een zonovergoten Willem-Alexanderbaan heten wij u welkom op deze zondag, de tweede dag van de westelijke regatta. Wat belooft weer een bijzonder mooie dag te worden, Vliet, of zie ik dat in zijn geheel verkeerd? Nou, inderdaad, ik denk dat je dat geheel verkeerd ziet. Het wordt een niet zozeer een mooie dag, het wordt een schitterende dag. De wind is 180 graden gedraaid en er staat zelfs een licht windje mee op deze Willem-Alexanderbaan. Deze voor de verandering bijna spiegelgladde Willem-Alexanderbaan. En we zien hier zojuist de eerste voorwedstrijd van die nieuwelingen skiff aankomen. Ja, laten we het inderdaad gelijk eens hebben over het eerste veld dat hier de finishtoren gaat passeren. En terwijl wij Floris Reuling hier de finishlijn zien passeren en zien dit was een duidelijke overwinning. En Floris Reuling die roeit maar gelijk door, want die weet dat het goed zit. En hij maakt zich op voor die finale van later vandaag. Gaan wij het nogmaals hebben over de wind die gedraaid is. Hij is mee vandaag in plaats van fel tegen. Terwijl het geluid nog eventjes getest wordt en de microfoons goed worden gezet hier, gaan we het even hebben over de wind. Want Willy de Windbaan is vandaag gewoon de Willem-Alexanderbaan, waar de zon schijnt en het weer mooi is en de sfeer nu al goed is. Ja, absoluut. Maar die sfeer is natuurlijk ook al meteen lekker, want het is natuurlijk een fantastische mooie eerste Pinksterdag. Zoals het wijsje gaat op een mooie Pinksterdag, dan wordt er geroeid en dan wordt er ook hard geroeid, hoor. Zojuist is die tweede voorwedstrijd van dat nieuwelingen skiffveld is binnengekomen. En die is gewonnen door Floris Reuling, de man met het naar eigen zeggen goddelijkste lijf van de KZV Njord. Hij heeft een hele mooie race gevaren. Het zag er allemaal solide uit. En hij heeft een tijd neergezet van 7 minuut 21 seconden. En daarmee is hij ruim 10 seconden sneller gegaan dan zijn concurrenten van onder andere Skadi, Floris van Bonninghuizen. Een goede anderhalve maand geleden nog varsity winnaar in het oude Vierenveld. Hij bezet een tweede plaats en gaat ook door naar die finale later vanmiddag. Ja, Floris van Bonninghuizen, je noemt hem en dat is niet de minste, hoor. Een jongen die al een varsity blik, het gouden varsity blik binnen heeft. Geen kleine jongen, een jongen waarvan ook bekend is inmiddels dat hij zijn achternaam op Facebook veranderd heeft. Hij heet geen Floris van Bonninghuizen meer. Nee, op Facebook, dames en heren. En vooral voor de dames, mocht u hem zoeken. Het is Floris Jansen tegenwoordig. Want dat van Bonninghuizen, dat is toch maar moeilijk te onthouden. Jansen, makkelijk, kort. Dus mocht u hem zoeken, Floris Jansen op Facebook. Zoek hem op en wij gaan ons opmaken voor alweer het volgende veld wat op ons af gaat komen. Dat zijn de zware beginnelingen achter. Ja, inderdaad, de zware beginnelingen achter. Gisteren roeiden zij nog voor het klassement, voor de punten. En vandaag gaat het om de knikkers. We zien hier een aantal ploegen, onder andere Focas ligt hier in de klaar voor de start. Zo ook Vidar. Vidar met gisteren nog twee boten. Vandaag hebben zij in ieder geval in deze voorwedstrijd er eentje liggen. Naast hun liggen de jongens uit Amsterdam van Skull. Skull gestuurd door Inge Struiks. Zij stuurt haar mannen zo dadelijk 2 kilometer lang in een rechte lijn naar die finish toe. En het veld wordt uiteindelijk nog gecomplementeerd met een Euros-Skull combinatie. Waarschijnlijk een kleine blessure in de Euros-boten. Zij hebben iemand van Skull geleend om in te vallen. En ze zijn inmiddels weggestart vanaf die eerste 100 meter. En er wordt vrij vlot geopend, hoor. Het ziet er allemaal goed uit, maar het is, lijkt nu dat er niet echt één ploeg uitgesproken harder start dan de ander. En zij komen zo dadelijk op ons af. Ja, en wie er ook op ons afkomen is de tweede voorwedstrijd in dat nieuwelingen skiffveld. En hier zien wij op dit moment de man van Focas, de man hier onder de wal in baan 7, die voert dit veld aan. En lijkt op weg te gaan naar een solide overwinning, net als Floris Reuling net al in die eerste voorwedstrijd. Dus dat belooft wellicht wat spektakel voor later vandaag. Het is
De man van Focas, ik ga hem er even bij zoeken. Het is Koen Metsenmakers. Ja, natuurlijk, Koen Metsenmakers. Ook geen kleine jongen, hoor. En laat dat hier zien. Hij gaat zijn plekje veiligstellen voor die finale later vandaag. Wie dat ook gaan doen, is de man van Argo, Hugo Maassen. Helemaal aan de andere kant van de baan. En voor die derde plek, die ook een toegang verschaft tot die A-finale. Daar wordt het nog lastig. Of zie jij het anders, Vliet? Nee, het is inderdaad nog een spannende race. Er is inderdaad een afgetekende leider. Dat is Koen Metsenmakers. Gisteren roeide hij al niet onverdienstelijk mee in het zware SA-skiffveld. Hij heeft inderdaad de buit binnen. En daarachter is inderdaad een spannende wedstrijd, hoor. Een erg spannende wedstrijd voor die plaatsen. Ik zie daar ook een man van Dudok Breda die het uitvecht met de man van Argo, Hugo Maassen. Maar het ziet eruit dat de man van Dudok van Heel, dat die aan het langste, nee, niet aan het langste, het kortste eind natuurlijk moet trekken. Want hij komt hier als vierde over de streep. En met Koen Metsenmakers gaan Hugo Maassen en Bart Overus, die gaan door naar die A-finale. Bart Overus gisteren ook al gestart. En gaat hier vandaag weer op zoek naar die blikken. Maar wie hier in ieder geval afgetekend die tweede voorwedstrijd mee naar huis vaart, dat is Koen Metsenmakers. Is ook sneller dan Floris Reuling in die tweede voorwedstrijd. Of in die eerste voorwedstrijd, zeg ik. Dus dat belooft nog veel moois voor later vandaag. En wij zien inmiddels vier slagschepen op ons afkomen, hoor. De beginnelingen achter. Op zoek naar eeuwige roem. Of in ieder geval naar dat nieuwelingenblik. Dat is toch iets, Vlieten, dat ik uit ervaring zeg. Dat, ja, dat is mooi om in je eerste jaar te pakken. Dat beginnelingenblik. Ja, absoluut. Dat beginnelingenblik is natuurlijk altijd fijn dat je inderdaad voor al je arbeid wat je in dat eerste jaar in het roeien steekt nog wat ervoor terugkrijgt. Maar goed, je moet het natuurlijk wel doen samen met je ploeggenoten. En dat beginnelingenblik, als je die pakt, dan kun je meteen zeggen dat je wel enigszins hard geroeid hebt, hoor. En zeker in dit veld, dit zware achterveld, dat toch echt een moordend veld is, hoor. Ja. Absoluut. En ze wordt hier ook hard geopend. Sterker nog, Vidar, als ze dit vol kunnen houden, liggen ze op koers voor een tijd onder de 6 minuten. En dat is toch wel een beetje de heilige graal van dat eerste jaar zware achterveld, hoor. Dat je onder de 6 minuten hebt geroeid, dan kun je zeggen dat je een goede 8 bent geweest. En Vidar is natuurlijk ook wel een ploeg die we in de afgelopen wedstrijden wel hebben gezien dat zij een potje kunnen roeien. Ze hebben nog niet dat beginnelingenblik gepakt, maar lijken hier toch goede zaken te doen in die eerste voorwedstrijd. Ja, die ploeg van Vidar, die staat ook hoog in het klassement op dit moment. Dus het is eigenlijk raar om vast te stellen dat zij dat beginnelingenblik nog niet binnen hebben. Zij zijn wel, denk ik, de gedoodverfde favoriet voor vandaag. En laten dat ook zien in die eerste voorwedstrijd, lijkt het. Want ze zijn inmiddels al 4 seconden los van de rest van het veld. Ik heb het idee dat dat gat alleen maar groter wordt. En het is maar. Ik ben benieuwd of ze gelijk al onder die 6 plat duiken. Dat is toch een mooie grens voor zo'n 8. Die 6 minuten. En dat geeft alleen maar aan dat het snel weer is vandaag. Er wordt snel gevaren. Dat idee had ik net al bij die nieuwelingen skiffvelden. Maar dat wordt nogmaals bevestigd hier bij die zware heren. Als er nu al onder de 6 minuten gevaren wordt, dan durf ik wel die voorspelling te maken, hoor. Dat het vandaag misschien wel recorddag is. En misschien gaan er wel eerstejaarsrecords gesneuveld worden. We gaan het zien. Ja, dat eerstejaarsrecord waar jij het over hebt, Korver, dat is nog wel een taaie. Die staat nog steeds op naam van Holland Achterroeier Michiel Versluis met zijn 8, de 8, waar toen dat programma aan gewijd is van Talpa. Ik denk niet dat de heren dat vandaag gaan verbreken, want daarvoor hebben we niet genoeg wind op deze Willem-Alexanderbaan staan. Want voor zo'n snelle tijd moet je toch wel ietsjes meer wind mee hebben dan dat de heren nu hebben. Maar goed, we kijken eventjes naar Time Team en het is nog steeds Vidar dat aan de leiding ligt, hoor. Heel mooie snelle tijd. En als zij nu de laatste 500 meter onder de 1.29 doen, dan komen zij zelfs onder die 6 minuten grens. Ja, ik ben bang dat de mannen dat niet gaan halen. Het lijkt, als we naar het verval kijken per 500 meter, denk ik dat ze de 6 plat nog niet gaan slechten. Maar dat is dan iets wat ze later vandaag in ieder geval mogen doen. De klappen zijn nog steeds goed, maar ik heb het idee dat Focas aan het terugkomen is hier. Focas gaat het ze wellicht nog lastig maken. Maar het zijn hier de eerste 2 plekken die een toegang verschaffen tot de A-finale. En dus een kans om dat beginnelingenblik later vandaag te gaan halen.
Ja, absoluut. En inderdaad, nu kijk ik eventjes naar verschuin naar voren uit het raam. En zie ik inderdaad Vidar met mooie lange klappen hier de laatste 50 meter in gaan. Maar toch ook Focas wederom uit Nijmegen dat toch nog redelijk aan kan klampen hoor. Ze hebben nog ruime overlap. En, maar goed, Vidar is in ieder geval verzekerd van een plek in die A-finale. En Focas gaat met ze mee. Helaas voor de jongens van Skull en de Euroskull combinatie die het niet redden. Zij worden inderdaad, zij gaan door naar de B-finale vanmiddag. En goed, er is toch een wat minder snelle laatste 500 meter gevaren. Want Vidar laat hier 6-6 noteren. Absoluut geen laffe tijd hoor. Complimenten, maar goed, op een dag als vandaag met een klein windje mee hoop je toch dat je dicht in de buurt van die 6 komt. Ja, en het is toch verrassend te noemen deze uitslag. Deze uitslag in die eerste voorwedstrijd in dat beginnelingenveld. Want waar het gisteren nog de ploeg van Euros was die verrassend de A-finale haalde. Waar het net als de ploegen van Focas en VR zitten zij er nu naast. Ze halen het niet. Ze worden zelfs vierde in deze voorwedstrijd. Skull haalde gisteren ook de A-finale. Haalt het vandaag ook niet. Ze gaan het met elkaar uitvechten in die B-finale. Daar is voor hen niks te halen behalve de eer. Kan waarschijnlijk gezien worden als een trainingswedstrijdje. Ik ben benieuwd. Vidar die heeft in ieder geval het visitekaartje afgegeven. En laten zien dat zij hier niet voor niks komen. Zij komen niet alleen voor die snelle tijd. Maar vooral en met name voor die beginnelingblikken. We zien dat de tweede voorwedstrijd op ons afkomt. Wat kun jij hierover vertellen, Vliet? Nou, ik kan hier het volgende over vertellen. Dat er een stuk minder snel gestart is dan die eerste voorwedstrijd. Vidar heeft toch goed geopend hoor. Dat kunnen die jongens uit Tilburg toch best wel lekker. Want zij openen de eerste 500 in 1:26.6. En de tweede wedstrijd, de nummer 1 daar, Azepos, die opende in 1:28. En dan denkt hij, 2 seconden, dat is toch niet zoveel. Nou ja, goed, dat is nog stiekem best wel veel. En dat geeft voor de jongens van Vidar natuurlijk vertrouwen dat zij in ieder geval, als ze zouden willen, dit veld kunnen starten en iedereen eruit kunnen starten. Is het...
En Oscar, is dit ook goed? Is goed zo? Ja, we hadden een paar problemen met de techniek, maar inmiddels zijn we weer live en hebben we gehoord dat we ook goed te verstaan zijn. Dus ja, we gaan weer beginnen van de nog steeds zonovergoten Willem-Alexanderbaan. Het is genieten vandaag en er zijn al wat mooie velden op ons afgekomen, waaronder zojuist de beginnelingen achter. En daarin hebben we gezien dat Gias heeft laten zien dat zij er klaar voor zijn hoor. Klaar om die beginnelingenstatus achter zich te laten. Want ze kwamen hier zojuist in een zeer respectabele tijd van 6 minuten en 2 seconden over de streep. En dan hebben we het pas over de voorwedstrijd. Dat belooft veel goeds voor later vandaag. Wat is jouw mening hierover, Vliet? Nou goed, ik baseer mijn mening meestal op de immer betrouwbare scorebordjournalistiek. En nou goed, dan kijken we eventjes naar de tijden die zijn doorgekomen. En dan zien we dat het inderdaad Gias is die de beste papieren in de hand heeft. Ik zou naar de Chinees gaan in het gokkantoor en zeggen, ik gooi mijn geld op Gias. En alliteratie terzijde, denk ik dat Vila toch wel ook nog een goede race in zich zal hebben. Maar goed, we moeten niet vergeten dat Gias natuurlijk gisteren veel vertrouwen heeft getankt en een hele goede race heeft gevaren. En dat Vidar waarschijnlijk getergd misschien in die finale dan vanmiddag het gaspedaal helemaal open gooit om Gias proberen te pakken. Ja, inderdaad, deze ploegen die maakten het gisteren met elkaar ook al wat levensuur. Het was toen Gias die de volle 10 punten mee naar huis nam. Of in ieder geval mee naar het hostel. Want zij zullen hier overnachten, gok ik zo. En niet die reis naar Groningen twee keer in een weekend maken. Die ploeg uit Groningen die het goed doet. Net als de dames die gisteren wonnen. En als wij dan vooruitblikken naar het veld wat nu op ons afkomt, dan zien we dat het slagschepen gevuld met dames zijn. En daarin zien wij de eerste verrassing van vandaag. Want als wij Timeteam mogen geloven, is het project 2020, wat gisteren nog teleurstelde. Die zich hebben hervonden, of in ieder geval misschien wel het hebben gevonden. Want zij komen hier als eerste door die 500 meter. Ja, precies. Naar een vermoeiende zoektocht. Gisteren hebben de dames zich herpakt en hebben ze goed hard geopend. En het is inderdaad een spannende strijd tussen Sylvia en Njort. Njort dat vlak naast hun baan 4 ligt. Sylvia in baan 5. En ik kijk eventjes opzij. En we hebben gisteren van de organisatie een monitor gekregen. Zodat wij u ook op de kilometer van enigszins accurater commentaar kunnen verschaffen. Want terwijl de camera nu even wegdraait, zie ik dan toch inderdaad die twee boten van Sylvia en Njort. Maar als eerste komt Njort bij mij in beeld. En het lijkt erop dat Njort Sylvia voorbij is gestoken en als eerste over die 1000 meter komt. Ja, het zijn inderdaad de dames van de KZV die er in dit geval geen gas over laten groeien. Zij werden gisteren nog tweede en zijn voor vandaag de gedoodverfde favorieten om die beginnelingenstatus achter zich te laten en zich dus na vandaag nieuweling te mogen noemen. Zij zijn inmiddels al 3,5 seconden los van het veld. Ik betwijfel dus ook of die eerste 500 meter tijd van die boot van Project 2020, of die klopte. We zullen het niet weten. Wat we wel weten is dat de dames van Njort een visitekaartje afgeven. Zij deden dat gisteren al met een duidelijke tweede plek achter de boot van Gias. Daar wil ik aan toevoegen dat de dames van Njort schijnbaar snoekten in de eerste 100 meter. Waardoor zij al gelijk een bootlengte erachter bleven liggen. Vervolgens er ook niet overheen kwamen. Dus we zullen niet weten of dat anders was gelopen, was die snoek er niet geweest. Wat ik wel weet is dat ze ook vandaag er klaar voor zijn. Zij laten zien er meer dan klaar voor te zijn zelfs. Ja, inderdaad. Maar zo'n snoekje, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. En gisteren waren die omstandigheden, zeker bij de eerste 500 meter, erg listig. Maar om er maar een uitspraak van Johan Cruijff bij te halen. Roeien is een spel van 240 halen. En wie de minste snoekjes trekt, die wint uiteindelijk. Nou is dat misschien iets genuanceerder dan dit. Maar een snoekje in de eerste start halen doet je natuurlijk nooit goed. Maar goed, voor de dames van Njort is het natuurlijk goed nieuws, want Gias heeft natuurlijk al geblikt op de varsity, als ik het me goed heug. En die dames van Njort die gaan hier eens eventjes laten zien dat zij vandaag de baas zijn en dat zij
in die finale gewoon gaan starten voor die beginnelingenstatus. Ja, en zoals gezegd, ja, dat die dames van Noord hier vooraan liggen, dat is misschien geen verrassing. Maar wat wel een verrassing is, is die ploeg naast hen. Die ploeg in baan 5. Die ploeg van Sylvia, project 2020. De dames van Nico Rinks. En inmiddels heeft ook Oscar hier plaatsgenomen om de wedstrijd weer van commentaar te voorzien. En gisteren was Oscar toch bijzonder kritisch over dit project. Hij zag er eigenlijk niet zoveel in. Of in ieder geval, als je dan naar de resultaten keek van deze ploeg, dan kon er toch wel de constatering gemaakt worden dat het teleurstellend was. Maar vandaag zien we iets heel anders. Of zien we nog steeds hetzelfde, Oscar? Ja, Korver, gisteren had ik het met jou over die dames van 2 meter groot, 100 kilo breed. En toen zei ik van ja, misschien draait het niet allemaal om kracht. Misschien draait het ook een beetje om souplesse. En het is, dames en heren, het is natuurlijk de week van het Songfestival. En dan denk ik aan een treintje Oosterhuis. En misschien was dat wat Sylvia gisteren was. Maar vandaag doet het me meer denken aan Sylvia Simons. Ik weet niet of je die nog kent. Jaren 80, een Songfestival-overwinning. Dat waren nog eens tijden. Maar we gaan naar de finish toe, Korver. Ja, Sylvia Simons, nou, die ken ik nog wel, hoor. Die ken ik nog wel, ja. Een Songfestival. Die Songfestival-winnaars, dames en heren, die vergeet je niet snel. Die blijven hangen. En wie ook blijven hangen in mijn geheugen, zijn de dames van Noord. Ik zie ze hier staan in het gras. Zij zijn aan het kijken naar de dames die het dit jaar aan het doen zijn. En die doen het vrijwel hetzelfde. Die doen het ook goed. Die hebben gekeken naar hoe dat vorig jaar ging. Die hebben gekeken naar hoe dat is om vooraan te varen. En die laten het hier zien dat zij het ook kunnen, dat vooraan varen. En wie dat ook laten zien zijn die dames van Sylvia. Zij hebben zich herpakt. Ze laten zich niet leiden door teleurstellingen. We hadden het gisteren al even over. Maar laten zien dat je van teleurstellingen, daar word je beter van. Daar leer je van. Daar word je sterker van. En die dames van Sylvia, die gaan hier keurig mee, hoor, naar die A-finale later vandaag. En misschien zijn het wel de dames van Sylvia die na vandaag zich nieuwelingen mogen noemen. Wat denk jij, Oscar? Ja, ik weet het niet, hoor. Ik kan er op dit moment nog geen pijl op trekken, maar het is in ieder geval leuk voor die dames van het project 2020 dat zij zich in de finale mogen gaan tonen. Ondertussen heb ik voor het publiek hier aan de kade heb ik een vraag, want welke hit was ook alweer dat hitje van Sylvia Simons op dat Songfestival? Dat is eventjes de huiskamervraag voor vanmiddag. Maar voor nu gaan we naar wat muziek.
En ondertussen verplaatsen we onze blik weer naar de tweede voorwedstrijd alweer van de dames beginnelingen 8. En ditmaal geen songfestivalwinnaars, geen deelnemers, maar gewoon eerstejaars dames van de studentenvereniging. En hier op kop naar 1500 meter is het toch Azepos. Dus het lijkt een Leidse onder ons te worden straks, Korver. Ja, inderdaad. Laten we eerst nog even terugkomen op die songfestivalwinnaars. Want er zijn waarschijnlijk meer kenners hier in het publiek. Het was natuurlijk niet Sylvia Simons, maar Sylvana Simons. Ja, misschien zijn zij wel, is dat wel het lied wat de ploeg van Sylvia deze hele dag vooruit gaat brengen. Wij richten ons inderdaad weer op het roeien en wij zien inderdaad dat voor vanmiddag er een Leids onder rondje op het menu gaat staan hoor. Want die ploeg van Azepos, die gaan op weg naar die eerste plek en dus ook een plek voor die A-finale. Inderdaad, en op dit moment tweede, als ik het me niet vergis, is dat de EG in de derde plek wordt op dit moment bezit door Laga. En de eerste drie plekken is een plek in de A-finale, de plek waarom de knikkers gestreden gaat worden. En nog even op terugkomen dat lied hoor, want als Sylvia nou wint straks als een studentenvereniging hier winnend over de streep komt, dan krijgen we altijd zo'n mooi lied te horen. Is dat dan toch dat lied van Sylvana wat we straks gaan horen als Sylvia je wint, Korver? Nou ja, wij willen het wel, tenminste ik zou het willen meegeven inderdaad. Want als er dan toch een lied moet zijn, waarom dan niet dat lied van Sylvana inderdaad? Wij zetten er met alle liefde op vanmiddag als die ploeg van Sylvia daadwerkelijk dat beginnelingenblik hier komt ophalen aan het Erevlonder. Maar of dat ook daadwerkelijk het geval zal zijn, dat is en blijft koffiedik kijken. Wat ik weet is dat de ploeg van Jort op dit moment de beste papieren heeft. Zij waren 6 seconden sneller dan de rest van het veld. En daar zet ik op dit moment al mijn zuurverdiende centjes op in. Ik ga straks eventjes naar die Chinese boekmakers toe om mijn centjes daar neer te leggen. Ik wil het u meegeven. Heeft u nog wat geld over? Heeft u nog wat spaargeld? Zet het op die ploeg van Nurt in, want zij gaan het gok ik doen. Wie het niet gaan doen is de ploeg van Argo, die hier ook de finishlijn inmiddels passeren. Zij gaan onverrichte zaken vandaag weer naar huis of gaan wellicht nog die B-finale starten. Ja, inderdaad. En dan zien we toch iets geks. Als we naar die ploeg van Argo kijken, er zit daar toch een dame op 6 in die. Die heeft geen riem meer in de hand, lijkt het wel. Die lijkt de hele race meebewogen te hebben. En dan is het toch knap dat deze dames de finish gehaald hebben. Want hoe ze dat precies gedaan hebben, is mij toch een raadsel, Korver. Ja, nu je het zegt, Maarten. Ik zit eens even goed te kijken. En we missen inderdaad het een en ander. Ik zie dat er een riem is. Het zijn bootrace-spectakels hier, dames en heren. Misschien weet u het nog wel. Het was 2 jaar geleden. Er was een clash tussen die ploegen van Oxford en Cambridge. En Patsboom opeens was daar een halve riem verdwenen. Nou, dat lijkt hier ook het geval te zijn op deze Willem-Alexanderbaan. Er staat weinig wind, maar toch weer mysterieuze dingen. Misschien was er wel een monster van de Willem-Alexanderbaan dat opeens omhoog kwam. En opeens die riem opslokte. Wat denk jij, Maarten? Ja, ik tuur toch hier de baan af om te kijken of hier een verdwaalde zwemmer is, een activist of iets dergelijks, die zijn actie komt herhalen, die deze dames beginnelingen achter voorwedstrijd aanschouwt als een heel groot spektakel waar hij zijn statement kan maken. Maar het lijkt er toch op alsof het gewoon om een klein technisch mankementje gaat hoor, Korver. Ik zie hier de umpire even met ze praten. Hij gaat weer weg en ik vermoed dat het vlaggetje straks gewoon rustig omhoog gaat hoor. Ja, als ik daar dan toch even op mag inhaken. Ik zag laatst bij Lucky TV dat Willem-Alexander tijdens zijn vakantie op een Caribisch eiland heeft gedoken. En misschien heeft hij dat wel ook in zijn eigen baan gedaan. En is hij stiekempjes op de bodem gaan liggen onder die dames van Argo. En zijn zij op het moment dat ze gestart zijn, heeft hij een riem gepakt. En heeft hij die vastgehouden? Want misschien was hij het er allemaal niet mee eens. Of had hij gewoon eventjes een off day? We weten het niet. Wij gaan eventjes kijken of we misschien Willem-Alexander himself op de baan kunnen spotten. Maar goed, Korver, we gaan even terug naar jou. Wat komt er zo dadelijk aan? Ja, nou, mysteries. Ik wil daar allereerst toch nog wat over zeggen. Misschien is het ook veel simpeler dan dat. Want de dames van Argo liggen 25 seconden achter de nummer 5 in het veld. En dat is een gat hoor. Daar kom je in je bed 's ochtends vroeg niet voor uit. En dat moet misschien die nummer 6 gedacht hebben. Die dacht misschien, dit is kansloos na een kilometer. Pakte de riem uit de dol, gooide hem het water in en dacht, ik ben er klaar mee. Want als jullie nog door willen, dan moet je dat zelf weten. Maar ik ga niet meer meedippen. Ik ga gewoon stilzitten dan wil ik ook niet met een riem in mijn handen zitten. Dan zet ik mijn handen in mijn zij, ga ik niks meer doen.
Ja, dat is natuurlijk lastig als je tegen zo'n achterstand aankijkt. Ja, je moet toch als je thuis weer aankomt, je moet toch een verhaal hebben. Hè? Je moet toch een verklaring vinden voor deze achterstand van 25 seconden. Ja, en dan is het toch mooi gezegd dat je zegt, ja, ik had geen riem, ik heb niet mee kunnen roeien. Nou, dat is direct een verklaring voor die 25 seconden. Ja, Maarten, jij zegt tegen een achterstand aankijken. Ja, dames en heren, dat is toch raar met dat roeien tegen een achterstand aankijken. Want als je achter ligt in het roeien, dan zie je niks. Je kunt eigenlijk alleen maar tegen een voorsprong aankijken. Nou, dat gezegd hebbende, richten wij ons op het volgende veld dat op ons afkomt. We zien dat we even pauze hebben, dus wij gaan ons nog even verdiepen in de mysteries van de Willem-Alexanderbaan. En zolang wij dat doen, gaan we over naar een lekker deuntje.
Ja, Van Vliet, je had het net met een druk gediscussieerd hier in het commentatorenhok. Want er werd wat gespeculeerd over Willem-Alexander en zijn betrokkenheid bij deze roeiwedstrijd. Want jij, Van Vliet, jij zei van hey, misschien heeft hij Willem-Alexander wel een wetsuit aangetrokken. Is hij een beetje gaan duiken in zijn eigen Willem-Alexanderbaan en heeft hij op die manier de race gesaboteerd? Want dat zou dan een verklaring zijn voor al die incidenten die we zien dit weekend. Maar ik ga het je sterker vertellen, Van Vliet. Ik heb namelijk een andere theorie. Een kleine 20 jaar geleden, misschien weten de oudere toeschouwers hier aan de kade nog wel, deed Willem-Alexander mee aan de Elfstedentocht. Onder de schuilnaam Van Buren. En ik denk eigenlijk dat Willem-Alexander na een kleine 20 jaar zoiets heeft van hey, misschien is het weer eens tijd om mij van mijn sportieve kant te laten zien. En ik denk, ik weet eigenlijk wel zeker, dat Willem-Alexander in één van die eerstejaarsboten gewoon zit. Onder een schuilnaam. Waarschijnlijk weer onder die naam Van Buren. Dat kan ik u niet precies vertellen. Maar naar dat buikje van Willem-Alexander kijkend, moet ik toch concluderen dat hij niet in een lichte 8 is gaan zitten. In wat voor 8 verwacht jij dat Willem-Alexander zit, Van Vliet? Ja, normaal gesproken zou ik hem dan verwachten in een kompoboot. Want daar is een buikje natuurlijk geen uitzondering eerder de regel. Maar die start hier natuurlijk niet. Behalve natuurlijk gisteren. Toen hadden wij een herennookveldje wat hier startte. Maar ik heb toch echt goed gekeken. En ik heb daar geen Willem-Alexander gezien. En ja, ik weet niet of die heren hier vandaag nog starten. Maar ja, waar denk jij dan dat hij in heeft gezeten? Nou ja, ik weet het niet van Vliet. Maar ik weet wel dat Willem-Alexander natuurlijk lid was van Minerva in Leiden. En als je dan naar Minerva denkt en je denkt aan roeien, dan ga je natuurlijk denken aan de kaarsen van Njord. En daarom ga ik toch die eerste jaar zware 8 van Njord een beetje in de gaten houden. Want daar zou wel eens een dik boegballetje op boeg kunnen zitten. En dan denk ik aan een Willem-Alexander, aan al die power uit Paleis het Loo, wat hier op de westelijke regatta is neergestreken. Ja, goed, ik kan natuurlijk niet voor onze koning spreken, maar als ik dan helemaal niet op zou willen vallen, dan zou ik juist in precies dat Leidse bootje gaan zitten waar niemand maar zou verwachten. Dan zou ik in eerstejaarszwaar van Azepos gaan zitten. Want niemand verwacht dat de koning daar in plaats zal nemen. Maar goed, we richten ons weer eventjes op het veld. En omdat er een ploeg is uitgewogen vanochtend, hebben we helaas geen voorwedstrijden van de lichte dames nieuwelingen dubbel 2. Dus we gaan in één keer door naar dat veld wat gisteren eerstejaarsveld startte. De lichte dames dubbel 4 met stuurvrouw. En ik vraag even aan jou, Oscar, hoe is de stand van zaken? Ja, hoe is het dan van zaken? We zijn inmiddels de 1000 meter gepasseerd en hier op de kade kunnen we ze zien aankomen hoor. Je kan het zien op het grote scherm, maar in de verte komen die stipjes, komen die bootjes dichter en dichterbij. Voorlopig is het Gias wat de dans leidt op een eerste positie. Onder de 4 minuten kwamen zij op de 1000 meter door. Het tweede is Okeanos en daarachter is het Egier, Triton en Proteus van Vliet. Nou, dat is inderdaad Gias. Gias deed het gisteren volgens mij ook al niet onverdienstelijk. Zij kwamen ook best wel lekker mee. En leiden inderdaad hier toch wel redelijk soepel. Oké, ons inderdaad nog op die tweede plek. En daarna is het gat groot hoor. Het gat daarna is toch meteen 3 seconden naar de nummer 3. En ik kijk eventjes naar het promotiedegradatieschema. En ik zie daar dat de nummers 1 tot en met 3 direct doorgaan naar die A-finale. En dat op dit moment Triton en Proothuis waarschijnlijk genoeg moeten nemen met die finale B. Nou Van Vliet, dat vind ik een voorbarige conclusie hoor. Want als we ze hier op ons af zien komen, dan zien we 4 ploegen die heel erg dicht bij elkaar liggen. En ik vind het een hele goede ontwikkeling hoor. Die lichte dames die zich zijn gaan mengen in dat wedstrijdroeien. Er was natuurlijk een tijd dat de vrouwen in het roeien, dat waren koeien van boven de 2 meter en van boven de 100 kilo. Maar inmiddels zijn er ook gewoon hele gespierde, sterke dames. Van misschien maar 1,60, 1,65. Maar roeien kunnen ze zeker. En we gaan op de finish af Van Vliet. Ja, absoluut. En het is nog steeds, het is oké als een Gias die het uitvechten voor de eerste plek. En ik denk dat Okeanos een beslissende push heeft geplaatst. Want het lijkt erop dat zij een puntje in de laatste paar meters te voordrukken. En daarachter is het nog wel spannend hoor. Het is nog zeker spannend. Triton doet verwoede pogingen voor die derde plek. Ja, en Triton moet ook voor die derde plek gaan, want een derde plek geeft gewoon een startbewijs voor de finale. Want er in die finale komen 6 ploegen in actie. En vandaar dat een derde plek voldoende is. En die derde plek, dat wordt spannend. Dat gaat tussen Eger en Triton, maar Triton gaat tekort komen, Van Vliet. Ja, het lijkt erop inderdaad dat de dames uit Utrecht net een half bootje tekort komen voor die A-finale. En ja, ze hebben het zelf ook door. Ze laten al lopen op het moment dat ze de bieper hier af horen gaan voor de ploeg van die vlak voor
voorin finishte. Zij zagen dat en dachten, ja shit, dat gaat er niet meer worden voor ons B-finale. Helaas dames, u moet naar de B-finale, gaat daar naartoe samen met Proothuis. En de dames die doorgaan naar die A-finale, ja dat zijn natuurlijk oké, Nelschias en Egier. Ja, zo is dat. En inmiddels is de tweede voorwedstrijd ook van start gegaan. De tweede voorwedstrijd van dus de lichte dames dubbel 4 nieuwelingen. En ik vind dat toch leuke velden hoor, die dubbel 4 velden. Want zo'n dubbel 4, dat gaat gewoon ontzettend hard. Dat is het snelste nummer op de achterna. En dat vind ik lekker. Lekker die snelle dames die op ons afroeien. Ja, absoluut. Ze moeten dan weliswaar nog een stuurvrouw meenemen van een kilootje of 50 schoon aan de haak. Vanochtend gewogen bij de kamprechters. En we zien hier dat Njort goed heeft geopend. Njort leidt over Vida en Laga in een tweede en derde plek. Gevolgd door Azepos en Saurus op plaats 4 en plaats 5. En daar moeten we natuurlijk even bij vertellen dat die dames van Njort gisteren het eerstejaarsklassement dat veld dat wonnen zij. Waren het niet dat het op een hele kleine marge was. De marge was zoals ik dat gisteren hier zag vanuit de finishtoren, ongeveer een centimetertje of 25. En dat is natuurlijk een hele mooie overwinning. Het was een ontzettend spannende race waar ze er in de laatste 200 meter voorbij schoven en bijna een tapje voorsprong hadden. En toen kwam die andere ploeg opzetten. Volgens mij was dat ook Vier die een verwoede eindsprint plaatste. En de dames van Njort die kwamen toen net met hun puntje eerder over de streep. Maar het lijkt er naar uit te zien dat de dames van Njort hier toch wel stevig een leidende positie in de handen hebben. Een seconde of twee hebben ze op dit moment terwijl ze richting de 1500 meter komen. Ja, Maarten, we zien hier dat die dames van dat lichte nieuwelingen dubbel 4 metveld langzamerhand deze kant op schuiven. En als ik dat goed zie, ligt Njort nog steeds in een leidende positie. En die hebben ze zelfs een beetje uitgebreid in de middelste 1000 meter. Daar zijn ze van 2 naar ruim 5 seconden gegaan. En het wordt spannend daarachter. Wat denk jij er zo van? Ja, inderdaad. Njort doet goede zaken hier vandaag hoor. In deze nieuwelingen en beginnelingenvelden bij de dames. Die hebben toch goede eerstejaars damessecties weer. Hoor. Net als de afgelopen jaren. Maar daarachter kijken we nog even naar de strijd om plaats 2 en 3. Om plaats 2 en 3 die een plaats in de finale A bieden. En dat is op dit moment Vidar die op de tweede plaats ligt. Het is een halve bootlengte, het is genoeg waarschijnlijk. Maar daarachter is het Laga. Laga die moet nog aanklampen hoor. En daarachter is Saurus. Saurus uit Maastricht die wil ook nog naar die finale hoor, Korver. Nou, je mag me ook gewoon Van Vliet noemen hoor. Daar luister ik doorgaans beter naar. Maar ik denk dat de dames van Laga uit Delft veilig zijn. Zij persen nog een eindsprint uit en moeten net Vidar op een tweede plaats laten. Maar de dames van Laga zijn wel gewoon door naar die A-finale. Achter hun sluit Azepos aan op hun laatste positie. En daar vlak voor Saurus uit Maastricht. En het ziet ernaar uit dat de dames van Njorten toch een redelijke conservatieve race hebben gevaren hoor. Ze storten niet in, ze kijken een beetje om zich heen.
meteen naar wat de rest van het veld aan het doen is. Nemen even een slokje uit een bidon. En terwijl ik dat zeg, wordt dat ook meteen bewaarheid. Want ze pakken ook nog daadwerkelijk een bidon. Dat is natuurlijk altijd fijn. En ik heb gisteren nog eventjes een klein praatje gemaakt met mijn verenigingsgenoten. De coaches van deze dames. En die zeiden dat ze de afgelopen 3 weken ontzettend goede training hebben gedraaid. En dat blijkt hier keurig dividend uit te betalen. Want zij gaan hier ruim aan de leiding. 8 seconden hebben ze ruim gewonnen over Vidar. En die dames van Njort, die gaan in 1 keertje door naar die A-finale. Ja, inderdaad. En dan moet ik toch nog een extra compliment aan die coaches maken. Want ze hebben deze toch jonge dames die toch vrij onervaren zijn binnen de topsport. Toch goed geleerd hoe je zo'n voorwedstrijd moet varen, hoor. Deze dames, ze finishen, ze kijken wat nonchalant om zich heen. Ze doen, ja kijk, wij hebben net even 2 kilometer een stukje lekker gepeddeld. Wij zijn nog niet moe. Wij kunnen in die finale nog heel veel harder. Dus het mentale spelletje wordt ook goed gespeeld door deze dames, hoor, of niet? Ja, absoluut. En als je zo'n voorwedstrijd zo ruim wint, dan geeft dat natuurlijk ook een kruiwagen aan vertrouwen. Dat je dan eventjes over jezelf en je ploeggenoten heen kiepert. En wie dat ook aan het doen is op dit moment, is de man die aan de leiding ligt in de lichte nieuwelingen. Skiff, de voorwedstrijd nummer 1, die inmiddels in de buurt komt van die 1500 meter. We kijken eventjes de namen erbij. Neerhuis 2 ligt aan de leiding. Wieger Hes, gisteren ook al een kracht om rekening mee te houden. En ik kijk eventjes opzij, Maarten, wat kun jij over hem vertellen? Ja, deze Wieger Hes van Neerhuis, die probeert hier een dubbelslag te slaan, denk ik, Vliet, in dit weekend. Maar gisteren nog het lichte beginlingenveld op zijn naam is te schrijven, wil hij in één weekend van beginneling naar Nieuweling plus 1, zoals dat heet. Hij wil hier vandaag ook gewoon een Nieuwelingenveld winnen, hoor. Dat lijkt, het lijkt goed te gaan, of niet? Ja, absoluut. Op de 1500 meter heeft hij al 5 seconden te pakken over zijn naaste concurrenten. En dat is toch alleszins ruim te noemen. Dat is een mooie voorsprong die hij heeft. En ik denk niet meer dat hij dit weg gaat geven. En dat hij nu gewoon de race gaat proberen te controleren in die laatste 400 meter. Ja, inderdaad. En als we dan even verder in het veld kijken, zien we toch ook weer bekende namen. Gewoon namen die gisteren ook het lichte beginlingenveld gestart hebben. En hier de eerste 2 gaan door naar de finale A. En daar wordt het nog spannend, of niet, Vliet? Ja, het wordt nog wel spannend, maar dat is vooral de man van Skadi uit Rotterdam, Wessel van der Plas, die dan nog even een goede versnelling moet plaatsen, want hij heeft nog wel wat in te halen, hoor. Hij moet nog een seconde of 4 voordat hij Jolmer Tuinstra van Gias kan verslinden. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet zo makkelijk zie gebeuren. Nee, inderdaad, een seconde of 4, dat is veel. Je skiff kan je weliswaar snel versnellen, een goede eindsprint. Dat zien we nog wel eens bij deze toch iets wat onervaren skiffers. Die kunnen nog een race toch op een vrij frappante manier indelen. Maar het lijkt er toch inderdaad echt wel een Wieger Hes van Neerhuis die toch soeverein, mag ik wel zeggen, hier aan de leiding gaat. En zijn stempel drukt op deze voorwedstrijd en zijn visitekaartje vast afgeeft voor die finale. En dan naar achteren is het Gias, die toch nog wel moeite heeft met zijn stadsgenoten uit Egi, hoor. Ja, het is inderdaad nog vrij spannend, maar ik denk inderdaad dat ik, terwijl ik een man van de Roosendaals hier zie uitsprinten alsof zijn leven ervan afhangt, denk ik dat... Dat het inderdaad de man van Gias, Jelmer Tuinstra is, die tweede plek nog gaat bemachtigen. Al moet hij echt uitkijken uit voor die man van de Roosendaalse, die hier echt tempo 40 plus aan het draaien is. Maar het is inderdaad een tweede plek voor de Gianen, die het inderdaad net wint van de man van de Roosendaalse. En de man van de Roosendaalse baalt, hoor. Ja, inderdaad. Het is Wouter Constance die daar... Hij valt over de riem heen. Hij heeft hard gewerkt. Hij heeft dapper gestreden. Maar het was te laat. Het mocht niet baten. Hij zal deze les hopelijk meenemen naar de volgende wedstrijd. En toch eerder aan moeten gaan, hoor. Toch meer... Die vastklampen aan de rest van het veld. Want zo'n achterstand die hij had, ja, dat maak je ook met zo'n ongelofelijke eindsprint die hij ons hier heeft laten zien. Kan je dat niet meer goed maken, hoor, Vliet? Nee, inderdaad. Dat is natuurlijk erg moeilijk om dat goed te doen. Maar ja, ook omdat het nu wat meer windje mee is, is het ook wat makkelijker roeien in dat laatste stukje. Omdat je, ja... Het is natuurlijk, de race duurt iets korter en je ziet dan toch dat mensen met niets eerder al aandurven te gaan in die eindsprint. Omdat het middelste gedeelte dan net eventjes wat soepeler gaat. En ondertussen is de tweede voorwedstrijd al onderweg. En we zien dat daar de man van Vidar 1
Vidar 1, het is Jeroen Broswinski. Ik weet niet of ik het helemaal goed articuleer en uitspreek, maar Maarten, volgens mij kun jij dat een stuk beter dan ik. Ik kijk hier even heel goed naar de letters en ik probeer in mijn hoofd een mooi woord van te maken. En het lijkt toch echt alsof hier staat Jeroen Broskowski, iets in die trant. Het is een jongen uit Tilburg. Hij is vorig jaar pas begonnen met roeien. Dan is het toch vrij uniek dat hij meteen al die skiff instapt. Maar dat lijkt een goede keuze te zijn inderdaad. Want hij staat hier gewoon eerst hoor. En ik kijk even naar de camera en we zien 1000 meter passeren. En hij is zijn voorsprong uitgebreid naar één bootlengte. En daarachter, toch wel de naaste belager is Jan Leerink van Skill. Ja, Jan Leerink, we komen hem weer tegen. Net als gisteren waarin hij ook al in dat skiffveld startte, toen ook in de beginnelingen skiff naast een aantal van deze andere mannen zat. Hij klampt aan, hij had op de 1000 meter, lag hier een seconde achter en dat is een achterstand die hem nog wel weg kan poetsen in die tweede kilometer. Maar goed, je moet het wel even doen en het is inderdaad de Vidrate die hier nog aan de leiding gaat. Ja, inderdaad. En we houden onze jongens natuurlijk goed in de kaak. En we hebben toch Skill 1 Jan Leerink zagen we gisteren toch ook al als een favoriet toch al die finale ingaan. En daar wist hij toch zijn puntje er goed voor te drukken vroeg in de race. Maar toen bleek toch 2 kilometer te lang te zijn. Dus het is nog afwachten of in dit geval wel zijn race goed genoeg indeelt om naar die 2 kilometer als eerste of tweede over de streep te komen, Vliet. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk belangrijk inderdaad om in deze voorwedstrijd wel te laten zien dat je erbij ligt. Je kunt nog een beetje bluffen of inderdaad een beetje je inhouden als je zo sterk bent dat je dit wel eventjes kan winnen. Maar goed, dan moet je natuurlijk zeker zijn van je zaak. En in dit veld is zo moordend dat je niet eventjes op halve kracht of misschien zelfs wel op 90% weg kan. Je moet hier gewoon 100% geven. Wil je hier winnen en een tweede plek behalen. En dat is de enige route die je kan nemen richting die A-finale. Ja, inderdaad. En ondertussen zien we de ploegen langzaam binnendruppelen bij de 1500 meter. En dan is het nog steeds op de eerste plek onze Jeroen van Vidar, die doet goede zaken. Maar Jan Leerink heeft toch moeite inderdaad, hoor. Het is W. Lauwers van Laga. Zijn voornaam is onbekend. Die moeten we zelf verzinnen. Maar deze jongen doet toch goede zaken. Die staat op dit moment tweede. Ja, inderdaad. En dat doet hij toch heel mooi. Laten we hem maar gewoon even Wouter noemen. Wouter Lauwers, wat een mooie vent vanaf Laga. Hij maakt hier een goede eindsprint. En hij lijkt inderdaad Jan Leerink van Skull uit Amsterdam er voorbij te stevenen. En dat is toch erg jammer voor de jongen van Skull. Leerink, die hier dan een hele mooie tijd, in ieder geval zeker een goede 1500 meter... In de buurt van een leiding of in ieder geval een plek voor die A-finale heeft gelegen en het toch nu moet afleggen. Ja, inderdaad. En als ik Time Team mag geloven, dan zie ik dat Stan van Bokhoven, ook van Vidar, zich ook even komt melden voorin, hoor. Die zegt, hey, we gaan hier misschien wel een Tilburg zweefje van maken bij deze lichte beginnelingen voorwedstrijd. Maar nu kijk ik even uit het raam en mijn collega's kijken mij ook aan. Het zal Time Team zijn die niet helemaal correct is in dit geval, want hij ligt er toch ver achter, hoor. Hij ligt er toch ver achter en het is nog steeds Jeroen die vooraan ligt, maar toch wel erg laag naast belaagd door Wouter Lauwers. Ja, inderdaad. Het wordt inderdaad een jongen uit Delft en een jongen uit Tilburg die hier doorgaan naar die A-finale. Helaas voor Jan Leerink. Hij heeft het geprobeerd, maar kan er net niet bij komen. En het is inderdaad Vidar, de jongen van Vidar. Jeroen, ik durf gewoon zijn achternaam niet meer uit te spreken uit pure angst dat ik het mis ga hebben. Maar goed, we kijken eventjes en het is inderdaad nog ongemeen spannend, hoor. Want Wouter Lauwers van Laga, hij laat nu lopen. Hij ziet dat de buik binnen is. Een tweede plek voor hem. En een plek in die A-finale later vandaag. Ja, inderdaad. Het lijkt alsof deze man een soort stilzwijgende afspraken hadden. Ze lieten allebei een paar haaltjes te vroeg lopen. Waardoor toch de kaart hetzelfde geschud bleef. Waardoor Jeroen als eerste naar de finale gaat. En de man van Laga, die roeit hier meteen lekker door. Die had toch aardig wat eind gesprint, hoor. Die weet hij toch... Toch zijn kop recht te houden en gewoon lekker rustig door te varen. Dus dat wordt nog interessant straks in die finale, Vliet. Ja, klopt. Hij weet natuurlijk als geen ander dat herstel voor die A-finale ontzettend belangrijk is. Meteen even uitroeien en dat zuur uit de benen proberen te krijgen. Want als je te lang stil ligt, dan brandt dat zuur voor je gevoel helemaal je beenspieren kapot. En duurt het des te langer voordat je weer fris bent. Dus het is inderdaad een mooi resultaat voor die jongen uit Delft. Hij gaat mee naar die A-finale. En ondertussen komt voor
voor wedstrijd 3 van hetzelfde lichte nieuwelingen skifveld onze kant op, Maarten. En hoe zijn de kaarten daar geschud? De kaarten zijn hier weer geschud voor Gias. Gias die staat hier toch vrij goed. Damian Eigenberg, we kennen hem eigenlijk voornamelijk als een fotograaf. Hij maakt mooie foto's van ons, van de loeiers. Die gooit hij op Facebook en dan kan hij altijd wel weer een mooi plaatje vandaan halen. Maar deze jongen kan toch ook een paar haaltjes maken hoor, zo te zien. Want hij staat hier gewoon eerst naar 1000 meter in het lichte nieuwelingenveld. En hij heeft een voorsprong van over een seconde op Prothuis, Thijs Bouwmans. Thijs Bouwmans is toch wel een jongen die we vaak zien in dit veld hoor. Het is, hij is voorgaande jaren nog een aantal keer te winnen, maar hij is blijkbaar toch nog geen nieuweling af. Dus dat zal hij graag willen dit weekend. Ja, absoluut. En foto's uniek of niet, goed. Uiteindelijk is de race 2 kilometer lang en zullen we dat straks pas aan de finish zien wie er doorgaat naar die A-finale. Op dit moment zijn ze nog net iets te ver weg om het op het oog te doen. Het lijkt nog op een kleine lijn te liggen, maar het ziet er wel naar uit dat in ieder geval de man in baan 5 en in baan 3 er toch redelijk goed bij liggen. Of zie ik dat helemaal verkeerd en is het toch baan 4 en baan 6? Ja, het is inderdaad nog lastig te zien. Ziet ook Floris Reuling die eens achterom kijkt en eens kijkt van ja, wie zijn die mannen die daar dan aankomen. Ik ga intussen even aan mijn kleurtje werken en me klaarmaken voor mijn eigen finale. Later vandaag dat nieuwelingenveld om weer eens een blik wellicht op te gaan halen. Ik weet zeker dat hij het daarin lastig gaat krijgen, want ook Koen Metsenmakers bijvoorbeeld ligt in die finale. In dit veld durf ik wel te stellen dat het de banen zijn aan de overkant van het water die op dit moment op kop liggen. Het zijn de banen 2 en 3 die volgens mij dit veld aanvoeren. Wie zijn hier in de roeiers? Ik vraag het aan Van Vliet. Ja, ik pak eventjes het formuliertje erbij waar wij alle namen op hebben genoteerd. Of ja, ik zeg wel genoteerd. We hebben ze natuurlijk gewoon uitgeprint. En op Van Eurels in baan 2 ligt daar Chris Loke in. En naast hem in baan 3 Gias 2, Damian Eigenberg. Triton Ledenjongen ligt daarnaast. Dan Prothuis, Thijs Bouwmans, excuus. Egier 2 ligt in baan 6. Sebastian Hokongjau, als ik het goed uitspreek. En alle accenten goed leg. En van Teta ligt Matthijs Jansen in baan 7. En die schuiven nu langzaam onze kant op. En het zijn inderdaad, zoals ik het zo even kijk, baan 3 en baan 5 die hier op dit moment de beste papieren hebben. Al moet ik zeggen dat de jongen van... De jongen in baan 6 van Egier er ook lekker bij ligt. Ja, Sebastian Hokongjau, wat een heerlijke naam. Dat soort achternamen geven een internationaal tintje, zo lijkt het bijna, aan deze mooie westelijke regatta. Met het mooie weer vandaag. Wat een heerlijke wedstrijd belooft het ook vandaag te worden. En dat moet ook Chris Loken hebben gedacht van Euros in baan 2. Want Chris Loken die lijkt wel zeker te gaan strijden in die A-finale. Hij perst er nog een eindsprintje uit en gooit het tempo nog even omhoog. Maar lijkt nu alweer terug te schakelen, want hij is er volgens mij zeker van, Maarten. Ja, jij noemt het een eindsprintje. Ik noem het een hele grote eindsprint. Hij heeft in 10 halen pakt deze jongen een bootlengte. Het is ongelooflijk. Hij doet een paar halve haaltjes en hij is weg. Een ongelooflijk nonchalance. We knalt hem er zo even voor die jongen Damian Eigenberg. Toch de hele race heeft geleid en die Chris Loken die knalt er toch even toch vrij soepel overheen, hoor, Corver. Ja, die Chris Loken, ja, nou ja, goed. Jij noemt het een eindsprint. Ik ook wel eigenlijk al zag er nog vrij degelijk en gecontroleerd uit. We gaan het natuurlijk zien, maar ook hij heeft zijn visitekaartje afgegeven. Hij heeft laten zien dat hij in ieder geval voor deze voorwedstrijd de sterkste was. Ik ben benieuwd of hij dat vanmiddag kan herhalen, maar als ik zo naar de tijd kijk, zit dat wel goed. Chris Loken gaat naar die A-finale samen met de man van Gias 2, Damian Eigenberg. De rest gaan wij volgens mij terugzien in ofwel de finale B of zit het erop. We gaan ons opmaken voor de volgende voorwedstrijd. Het is de eerste voorwedstrijd wederom in een lichte pikkenveld. Het zijn de lichte nieuwelingen, 2 zonders die op ons afkomen. Met daarin een ploeg van Njord, een ploeg van Saurus en een ploeg van Prothuis. Wat kan jij hierover vertellen, Maarten?
Ja, we turen nog even de baan af en we kijken nog even naar het scherm. Maar deze mannen zijn net de 1000 meter gepasseerd. En op de 1000 meter was het Proteus. Proteus die wordt voorgeslagen door Ramon de Koning. Die gaan lekker hoor. Die staan hier. Die hebben hier een voorsprong van 2 seconden op Saurus. En een voorsprong van 3 seconden op Jort. Maar in dit veld gaan de eerste twee door naar A-finale. En de derde, de derde tijd snelste. Dus ook hier, ook voor de derde plek valt er nog iets te winnen. Het gaat in de derde plek om de tijd. Ja, en het lijkt erop dat het de ploeg van Jort is, dat het een dieseltje is. Ze zijn traag uit de start, maar lijken inmiddels het gaspedaal te hebben gevonden. Want waar zij derde lagen uit de start, zie ik nu, is het veranderd. Liggen zij nog steeds derde, maar zijn zij inmiddels wel ietsje opgeschoven ten opzichte van de leider in dit veld. Proteus heeft inmiddels 2 seconden ingeleverd, ook op die andere ploeg, die ploeg uit Maastricht, Saurus. Het komt allemaal wat dichterbij, dus dat belooft een spannende laatste 1000 meter te worden. Terwijl wij zien dat ze inmiddels richting die laatste 500 meter gaan. Nou, en wat mijn collega hier terecht zegt, is dat het dieseltje van Jort is aan, hoor. Het dieseltje moest even opstarten. Maar nu als we hier op het scherm kijken, zien we toch als gedeeld eerst ongeveer die 1000 meter passeren samen met Proteus. En in Saurus opeens de derde, die toch nog hard moet werken om een snelle tijd neer te zetten, om toch nog naar die A-finale te gaan, hoor. Ja, die Frank de Vries die moet misschien gedacht hebben, hardlopers zijn doodlopers. Dus we beginnen gewoon rustig aan en dan gaan we steeds een beetje doorversnellen en schuiven we gewoon rustig door dat veld heen. Het hoeft niet in die eerste 200 meter te gebeuren, als het maar in die laatste 1800 meter gebeurt. En die Frank de Vries, ja hoor, die blijft gewoon lekker doorstoempen. Die blijft zijn haaltjes lekker maken en wordt daarin prima gesteund, lijkt het. En zij laten op dit moment, lijkt het de ploeg van Maastricht achter zich en gaan op weg richting die finale. Nou, het lijkt er zelfs op alsof ze die ploeg van Proteus nog net even weten te pakken. Nog net even dat puntje ervoor weten te drukken en laten zien. Toch misschien even die mentale klap uit willen delen naar die finale van vanmiddag. Ze hebben een interessant raceplan, maar het lijkt te werken hoor. Ja, mentale klap. Misschien wel een mokerslag, want het is toch vervelend als je na 500 meter 5 seconden voor ligt. Om dan vervolgens gewoon gedurende die laatste 1500 meter op het gemakje voorbij te worden gevaren. Want die Frank de Vries, die blijft maar gaan. Die blijft maar tikken. En die Peters die achter hem zit, als ik het goed heb. Die denkt van, ja, hallo Frank, doe eens even rustig aan. Volgens mij zit het al goed. Maar Frank de Vries denkt, nee. Wij gaan eventjes een trainingsrondje maken. Wij gaan ons warm varen voor die finale van vanmiddag. Nu al even een visitekaartje afgeven en het straks afmaken. Ja, die Frank de Vries die zal bij de start even naar het weer gekeken hebben. Die zal het een en ander gemeten hebben. Die dacht, ja, misschien valt er in deze voorwedstrijd wel een PR'tje te halen voor ons, hoor. Misschien is de finale opeens weer tegenwind. Ja, dan wil ik niet die voorwedstrijd ingehouden hebben. Dan wil ik ook gewoon een PR'tje varen. Ja, en die mannen van Proteus die waren het helemaal kwijt in die laatste 100 meter. Want die zijn inmiddels van baan naar baan naar baan aan het schuiven. Die denken, nou goed, het is, voor ons was het ook wel duidelijk een uitgemaakte zaak. Die A-finale, daar gaan we naartoe. En dan leggen we maar meteen aan uitstappen en energie sparen. De mannen van Njord kijken eens even om zich heen. Overleggen denk ik alvast voor die A-finale. De umpires of kamprechters, ja, we zijn er nog niet helemaal uit. Komen we straks nog op terug. Die geven ook aan dat het goed zit. En dus geeft dat ons de tijd om even vooruit te blikken op die tweede voorwedstrijd in dit veld. Hierin 4 ploegen. Wie gaan op dit moment aan de leiding in dat veld, Maarten? Nou, terwijl je het zegt, druppel hier de tijden binnen. En zien wij op het scherm dat op dit moment de eerste is Orca in dit veld. Voorgeslagen door Jos Tellegen en vlak daarachter, of nou ja, vlak. Het is een gat van 2 seconden. Maar we hebben net in de vorige voorwedstrijd gezien dat een gat van 5 seconden zelfs nog vrij gemakkelijk gedicht kan worden. Dus we noemen het dichtbij. Is Proteus 1. Dus weer een andere ploeg van Proteus. Ditmaal voorgeslagen door Hans Limburg. De slag van de eerstejaars lichte 8 van vorig jaar. Die slaat nu even een tweetje voor. Het is ietsje anders, maar dat doet hij toch ook niet vrij onverdienstelijk, hoor. Nee, sterker nog, dat doet hij vrij goed. Ik ben erg benieuwd of dat verschil van 2 seconden ook hier niet genoeg blijkt te zijn voor de overwinning. Ik meld nog maar eens dat in deze voorwedstrijd de eerste 2 ploegen richting de A-finale gaan. En ook de eerste tijdsnelste, of de tijdsnelste derde, ik zeg het verkeerd, de tijdsnelste derde gaat ook mee naar die A-finale. We zien dus later vanmiddag 5 ploegen terug in dit veld.
En op dit moment zijn het de ploegen van Njord en Proteus die wij in ieder geval terug gaan zien. En voor ja, de ploeg van Saurus is het afwachten. Is het toch even spannend hoor, of zij het gaan halen. 7:29 is op dit moment de tijdsnelste derde. En Maarten, als ik dan eens even jou naar de eerste 500 meter laat kijken. Blijkt die tijd van 7:29 voor de ploeg van Saurus voldoende om die lange treinreizen nog even te laten wachten? Op de 500 meter ziet het er goed uit voor Saurus. Maar we zagen net op de 500 meter Njord toch echt laatste liggen. En die wisten toch als eerste een puntje over de streep te drukken. Dus ik vind het nog, we kunnen er nog vrij weinig over zeggen. Maar terwijl we het over de 500 meter tijden hebben, zie ik hier de ploeg over de 1000 meter gaan op onze prachtige monitor. Die ons het commentaar toch een heel stuk vergemakkelijkt hoor. En dan zien we Orca toch wel heel veel afstand genomen hebben met de rest van het veld. En dan moet Skull, de ploeg die op dit moment derde ligt, nog wel flink aan de bak. Willen ze aanspraak maken op die tijdsnelste derde hoor. Want de aansluiting naar de top 2 lijkt toch wel heel erg lastig. Nou, ik denk dat een terechte conclusie is, of in ieder geval een terechte constatering zo op die 1000 meter. Want de ploeg van Euros doet er inmiddels al 11 seconden langer over dan de ploeg van Saurus uit Maastricht. Dus het lijkt erop dat de ploeg van Saurus in ieder geval de treinkaartjes richting dat verre Maastricht nog even in de zak kan houden. Want zij mogen zich ook in ieder geval nu op gaan maken voor die A-finale later vandaag. Ik denk dat die 11 seconden niet meer goed gemaakt gaan worden door de ploeg van Euros. Ik denk dat het op dit moment de ploegen van Orca, Skull en Proteus zijn die met hen meegaan richting die A-finale. Ja, dan moet ik hier toch even terecht wijzen. Het zijn de ploegen van Orca en Proteus die eerste en tweede liggen. Die gaan door naar die finale. Maar de tijdsnelste derde op dit moment is Skull. En op de 1000 meter was het gat nog 5 seconden naar Saurus. Dus dan zullen ze nog flink aan de bak moeten. Maar nou zie ik op mijn papiertje hier dat deze boot wordt voorgeslagen door niemand minder dan Jim Hofman. Op boeg zit de jongen Jasper Kunst. Ja, dit zijn twee jongens hoor. Die kunnen in die laatste kilometer nog heel wat doen hoor. Als deze jongens dit in hun bol halen om even heel erg hard te gaan trappen. Als deze jongens echt graag naar die finale willen, dan kan Jim Hofman er nog wel een Hofmannetje uittrekken hoor. En dan komt er nog een mooi eindsprintje aan. En dan kan het zomaar nog eens zo zijn dat ze die tijd van Saurus voorbijstreven. Een Hofmannetje. Ik ben benieuwd of dat Hofmannetje er ook vandaag dan gaat uitkomen. Ik ben benieuwd. Het moet nog 5 seconden harder op dit moment. Ik zie dat zij nog steeds op die derde plek liggen. Wat ik ook zie is de ploeg de ploeg in baan 2, dat is natuurlijk de ploeg van Orca, de ploeg van Orca in baan 3, die gaan in ieder geval door naar die A-finale lijkt het, want zij liggen inmiddels meer dan een bootlengte los van het veld. Wie dat ook liggen is de ploeg van Proteus, waar het enkel en alleen op dit moment nog om gaat, is wie wordt die tijdsnelste derde? Is het de ploeg van Saurus of is het de ploeg van Skull? Nou, het lijkt erop alsof het Hofmannetje in deze derde 500 meter toch een klein beetje uit zijn doosje is gekomen. Want op dit moment staat hij een seconde voorop. Dit zeg ik verkeerd. Ik zie de tijden fout. Het is Proteus wat vlak voor Saurus ligt. En dat betekent dat het Hofmannetje toch nog echt in die laatste 500 meter eruit moet komen. Maar dat is zijn specialiteit. Maar moet nu een seconde of 8 goed maken. Ja, dat is... Dan moet je behoorlijk specialitair zijn in die eindsprint hoor. Nou, als ik dat dan zo bekijk, Maarten, dan heb ik het idee dat het Hofmannetje vandaag in zijn doosje blijft. Het Hofmannetje gaat er niet uitkomen hoor in deze tweede voorwedstrijd. Het is op, lijkt het. De mannen van Proteus die gaan gewoon met rustige lange klappen gaan zij op zoek naar die A-finale. De mannen van Saurus die gaan denk ik op dit moment horen bij het vlonder dat die derde plaats wel degelijk genoeg was om later vandaag nog een keer de baan over te mogen. De mannen van Skull en de mannen hier op die ondankbare laatste plaats. De mannen van Euros, die gaan allebei huiswaarts, denk ik. Ja, en als we dan toch bezig zijn met tijden vergelijken en scorebordjournalistiek, zien we hier dat ondanks dat Orca toch afgetekend wint, hier ondanks dat ik daar toch wel een compliment over wilde maken, zie ik dat ze eigenlijk net een halve seconde langzamer zijn dan Njord in de vorige wedstrijd. En dat wordt toch een hele interessante finale, denk ik, als ik het zo bekijk. Met een gat van een halve seconde, ook Orca doet vrij nonchalant naar die finale, dus zij kunnen daar misschien ook nog wat van afsnoepen later op deze dag. Ja, inderdaad. Nou, die tijden zitten dicht bij elkaar. Je benadert het terecht.
Dat onderstreept maar weer dat we vanmiddag spektakel gaan zien, ook in dit veld. Het ligt binnen de seconde tussen de nummers 1 en 2 op dit moment. Dus dat belooft veel moois voor vanmiddag. Wie op dit moment op ons afkomen zijn ook niet de minste hoor. Dat zijn kanonnen, de dames SA, dames SA Skiffs. Wat kun jij hier onder andere over vertellen, Maarten? Ja, Oscar zei het vanmiddag al, het project Sylvia wordt geleid door hele, hele grote vrouwen. Maar dat kan je eigenlijk voor deze dames senioren Aaskif toch ook zeker zeggen hoor. Dit zijn niet, geen kleine dames in deze eerste voorwedstrijd. In de tweede voorwedstrijd overigens wel, daar zien we een verdwaald licht meisje. Dus we zijn benieuwd hoe die zich weet te wapenen tegen het geweld van deze wat grotere dames. Maar inmiddels zijn ze de 500 meter gepasseerd en wat zien we daar, Korver? Nou, daar zien wij in ieder geval dat Orca 2 keurig aan de leiding gaat. Zij is inmiddels al een kleine 4 seconden los van het veld. Het is Annemarie Bernhard, een bekende naam als het op roeien aankomt. Niet de minste. Een dame met al veel ervaring en die ervaring die neemt ze mee in die skiff. En laat zien dat ze hier niet voor niks komt. Zij komt hier om een blik op te halen. En gaat in ieder geval de eerste 500 meter in een kleine 2 minuten, 1:51, gaat zij die baan over. Dat zijn zeker geen laffe tijden op dit moment. Ja, zo is dat, Korver. En misschien wel aardig is dat deze dames gisteren nog met elkaar in een 4 zaten. Dat waren dus die FISU-WK-viertjes. Dat zijn dus dames die naar Zuid-Korea gaan om daar de strijd aan te binden tegen de beste studenten van over de hele wereld. En in dat veld gisteren in de SA 4 zonder was er geen enkele concurrentie voor die ploeg uit Utrecht, de RTC Midden-Nederland. 3 dames van Orca, 1 dame van Triton. En daarom hebben ze maar besloten om vandaag maar eens in de skiff te starten. Dat is misschien wel een leuke uitdaging om dan maar gewoon de strijd met elkaar aan te binden als de rest van het veld niet sterk genoeg is. Het wordt dus een Utrechts onderrondje hier in de eerste en tweede voorwedstrijd. En voorlopig is het wie leidt de dans op dit moment, Maarten? Ja, een Utrechts onder onsje in beide voorwedstrijden vind ik wat veel gezegd. Maar in deze eerste voorwedstrijd is het inderdaad op dit moment Orca en Triton die de dans leiden. Het is Annemarie Bernhard nog steeds vooraan met daarachter Marleen Verburg. Maar laten we niet vergeten dat ook een derde plek in deze voorwedstrijd toegang verschaft tot die A-finale. En dat is op dit moment Lotte Pronk. Lotte Pronk nog altijd lid van Willem III. Die weigert over te stappen naar een studentenvereniging. Maar die doet hier ook gewoon nog mee in deze strijd hoor. Ja, Marleen Verburg, die dame van Triton, hebben we het over een dame die er gewoon al in de Holland 8 heeft gezeten. Die gewoon al een jaar of 6, 7 aan het wedstrijdroeien is. Dit zijn dus hele ervaren dames die echt wel weten hoe het is om 2 kilometer alles te geven. En ze komen inmiddels op ons af. We gaan in de verte zien we die bootjes steeds sneller en sneller op ons afkomen. En we gaan richting de laatste 500 meter, is het niet, Maarten? Ja, inderdaad. Ik kijk even naar mijn scherm. Die zie je op de 1500 meter. Zie ik nog steeds vooraan de dame van Orca. Met daarachter de dame van Triton. En Lotte Pronk van Willem III komt nog steeds ietsje dichterbij hoor. Maar het gat is nog vrij groot. Dus het lijkt erop alsof in dit geval Orca 1 en Marleen van Roezel toch echt de verliezer is in deze voorwedstrijd. Ja, zo is dat. Het is dus Annemarie Bernhard die de dans leidt. En dat is een geneeskundestudent uit Utrecht. En dat is dan toch knap hoor. Dat is dan toch een extra compliment. Als je al die co-schappen, al die uren die toch gemaakt moeten worden voor die geneeskundestudie. Dat je dat dan ook nog eens kan combineren met dat roeien. Dat hele harde roeien. Met die flinke boomstammen die ze heeft hoor. Annemarie Bernhard die nu op de finish afstevend. En er nog een sprintje uit gaat poeven misschien wel. Om eventjes te laten zien aan die andere dames van. Hey, ik ben de nummer 1. Op mij kan je rekenen zometeen in Zuid-Korea. En wie gaat de tweede plek pakken, Maarten? Ja, de tweede plek die lijkt toch wel echt voor Marleen van Roezel. Maar Marleen Verburg, excuus. Die moet er toch nog een beetje aan werken. Maar want Lotte Pronk die komt toch een beetje aanzetten. Maar het lijkt hier met een bootlengteverschil in de laatste 200 meter toch niet veel meer te veranderen. En dan zouden we een A-finale krijgen met Annemarie Bernhard, Marleen Verburg en Lotte Pronk. En
Ja, jij noemde het net al Oscar. Deze dames die moeten ook gewoon nog studeren. Zij willen zich meten met de absolute top van Nederland. En deze absolute top die heeft natuurlijk het voorrecht om alleen maar te roeien. Die leven van het roeien. Die hebben niet de afleiding die zo'n studie met zich meebrengt. En ook zo'n dame die ook zoiets doet, die zien we in de volgende voorwedstrijd. Dat is Annemarie Schonk hoor. Die meet zich toch dit seizoen heel netjes met de top van het lichte dames roeien. En ondanks dat zij natuurkunde student is, wat toch ook niet de minste studie is hoor, waar toch ook heel veel uren in zitten. En dan is het toch knap dat zo'n dame de aansluiting weet te vinden met de absolute top die naast roeien eigenlijk weinig anders doet dan afvallen en trainen. Ja, Maarten, je hebt het alweer over de volgende voorwedstrijd. Ondertussen kijk ik gewoon nog eventjes naar deze voorwedstrijd waar Annemarie Bernhard soeverein wint en Marleen Verburg met dat kekke roze petje de tweede plek opeist. En dan is mijn vraag aan jou, Korver, wat vind jij daarvan? Van roeiers met kekke petjes. Natuurlijk kennen we Peter van Schie met dat paarse petje. Dat mag misschien ook wel als je vier keer de varsity hebt gewonnen. Maar ja, Marleen Verburg is toch weer een net iets andere categorie. Is dat gerechtvaardigd? Of gaat dit te ver? Nou, het lijkt zelfs, of in ieder geval ik durf zelf te stellen dat Peter van Schie destijds met zijn roze petje in plaats van een lelijk paars petje een roze petje daarmee misschien wel een trend zette. Want sindsdien zie ik inderdaad steeds meer en steeds vaker petjes op. En die dames die hebben gedacht, als Peter van Schie een roze petje opzet, dan sluit ik mij daar weer aan. Dan gooi ik er nog eventjes een fluoriserend kleurtje overheen. Maar dan ga ik voor dat roze-oranje fluoriserende dingetje op mijn hoofd. Ik zie daarin een trend, ingezet door misschien wel Peter van Schie. En ik vind het wel mooi, het heeft wel wat. Als je die zonnebril nog niet kan dragen, als je nog geen SA bent, waarom dan niet gewoon een kek petje? Want daar zijn nog geen morris voor. Misschien moeten die er wel komen als je nieuweling wordt. Misschien mag je dan een petje opzet. En hoe zit het eigenlijk met die morris, Oscar? Ja, over morris wordt niet gesproken, Korver. Dat weet jij als geen andere. En daarom kan ik daar geen uitspraak over doen. Ik kan het bevestigen, nog ontkennen met welke status een petje mag worden opgedaan. Maar inderdaad, die zonnebril, die moet je thuis laten. Dat mag duidelijk zijn als je niet... Ja, eigenlijk was de oude regel dat je uitgezonden moet worden naar het buitenland. Dus je moet in het buitenland een wedstrijd hebben gestart. Maar goed, daar is ook weer een hele hoop om te doen. En het verschilt ook van vereniging tot vereniging. Maar ondertussen gaan wij ons weer bezighouden met het roeien. Want dat is misschien wel een stuk belangrijker. Want die tweede heat met dames SA komt op ons af. En het is gewoon weer een dame uit Orca die zich daar mengt met de beste. Ja, inderdaad. Laten we ons maar met name en vooral met name richten op het roeien. En de dames die in die tweede voorwedstrijd op ons afkomen. En daarin zien wij een kleine verrassing. Want jij noemde al de ene lichte roeister. Maar er ligt er nog één hoor. Het is de dame van Aanspos, Mirjam Boks. Die hier ook keurig lijkt mee te gaan hier in baan 7. Zij lijkt keurig op weg te gaan naar die A-finale. Samen met de dames van Orca en Neerhuis. Of zie ik dat nou in zich heel verkeerd? Nee, inderdaad. Het lijkt vrij goed te gaan hier voor die lichte dames. Die weten zich toch vrij goed te manifesteren tussen deze grote vrouwen. We zien hier op de 1500 meter. En als ik zo even mijn finishstore naar buiten uitkijk, dan zie ik toch Annemarie Schonk inderdaad vooraan liggen in deze wedstrijd. En dan zijn nog een flinke strijd aan het voeren met, ik probeer het even te zien, is dat Janneke van der Meulen van Skadi of wie zien wij daar, Korver? Nou, ik loop even naar buiten, want ik ben het inmiddels ook helemaal kwijt. Timeteam verspringt en kan het ons niet vertellen, dus moeten wij dat dan maar doen vanaf die finishtoren. Ik ga hier even lekker in het zonnetje staan op het balkon en dan zie ik toch echt daadwerkelijk de dame van Mirjam Boks die hier op een derde plek ligt. Ik zie de dame van Orca, Rosa Bas, is tweede en... Helemaal aan de overkant is het die lichte roeier, roeister waar jij het over had, Annemarie Schonk. En wie dan achterblijft, dat is de nummer 4 op dit moment. Dat is de dame van Skadi 1, Annika van Putten. Want Janneke van der Meulen had zich uitgeschreven. Zij dacht na gisteren één blik te hebben behaald. Het is wel mooi zo voor dit weekend. Ik start niet morgen. Wie dat wel heeft gedacht is de dame van Neerhuis, Annemarie Schonk. Zij gaat hier prima als eerste door naar die finale avond vanmiddag. Inderdaad, ze wint toch nog uiteindelijk vrij afgetekend van deze Rosa Bas. Wat toch wel toch een knappe prestatie mag heten. Want deze Rosa Bas is ook zeker niet de minste roeister hoor. Dit is een bekende vrouw, dit is een sterke vrouw die ook zeker wel weet hoe ze de bootje moet voortbewegen hoor. Maar ja. Vroeg ik mij nog af, Korver,
Er is toch een wijsheid binnen het roeien over het lichte roeien, zeker het lichte damesroeien. Er wordt wel eens gezegd, het is net als een Frans kaasje, die moet je even laten rijpen. Dat heeft even tijd nodig. Met de jaren word je alleen maar beter. En de coach van deze dame, Annemarie, die het SB-circuit doet, die weet ook als geen ander. Ze heeft jarenlang moeten roeien voordat ze iets wist te bereiken. En wat zegt ze dan over de toekomst van Nederland? Dat we nu toch twee hele jonge, goede talenten hebben in dat lichte damesroeien, hoor. Zo'n Annemarie Schonk en een Ilse Paulus. Ze zijn net begonnen en nu al zo ongelooflijk goed. En dat zijn dat goede voortekenen voor de Olympische jaren die op ons afkomen, Korver. Nou ja, zeker dat laatste, denk ik. Ik weet niet of je roeisjes moet gaan vergelijken met Franse kaasjes die moeten rijpen. Wat wel zo is, is dat ook Mirjam Boks al een tijdje bezig is en elk jaar weer beter wordt. Maar er komen ook nieuwe talenten aan. Je stipt het terecht aan. Ilse Paulus bijvoorbeeld. Dat is toch wel misschien wel de hoop voor de toekomst. Misschien zijn dat wel de nieuwe Olympische gouden medaillekandidaten voor ons mooie land. Maar goed, laten we ons ook met name richten op de roeisters die vandaag roeien. En Annemarie Schonk, zij laat zien in ieder geval vooraan mee te kunnen doen. Ik weet niet of dat genoeg is in dat zware damesveld. Maar een mooie race was het in ieder geval. En wij hopen alleen maar dat zij dat kan herhalen. Wij zien dat er op dit moment nog niks op ons afkomen. Dus Maarten, als jij het goed vindt, gaan we even over naar een lekker muziekje. Daar kan ik me zeker in vinden. Ik zie al wat verdwaalde festivalgangers, zag ik over het terrein hobbelen. Ja, deze mensen moeten zich toch ook kunnen vermaken vandaag. Dus we zetten speciaal voor hun even een lekker hitje op. En dat ze toch ook nog naar wat anders kunnen luisteren dan gepraat waar ze toch weinig van kunnen volgen.